Wij zijn opnieuw richting AZ Zeno uitgekomen. Dat betekent update corona. En dat betekent uiteraard ook directeur zorg bij ons, Bart de Waele. Update, hoe zit het met de cijfers, Bart? De cijfers zijn jammer genoeg weer wat gestegen. En dus voornamelijk de cijfers op intensieve zorgen zijn opnieuw de hogere kant aan het opgaan met zwaar zieke patiënten, jammer genoeg. Ja. Ik hoor ook geen hoera, hoera, hoera kreten binnen de zorg in verband met de versoepeling. Nee, ik denk dat er ook weinig reden is om hoera te gaan roepen. De cijfers zijn minstens gestabiliseerd, maar ze vertonen eerder een stijgende trend in het stabiliseren. Dus de versoepelingen worden toch wel heel snel weer aangekondigd, terwijl dat er eigenlijk niet echt op vlak van cijfers een draagvlak is om dat te gaan doen. Men kijkt alleen uiteindelijk richting vaccinaties, die inderdaad toch een stuk op gang gekomen zijn. En vandaar de versoepelingen, maar dat is dan toch misschien een beetje voorbarig. Kijk, het is duidelijk, de vaccinaties zijn eindelijk op kruissnelheid aan het komen, wat een zeer goed gegeven is. De risicomensen worden nu op dit moment gevaccineerd. Dus ik denk dat we de komende weken toch wel mogen verwachten dat we eindelijk die lang verwachte dalende trend gaan beginnen zien. Ja. Vaccinatie, daar moeten we toch ook nog eventjes kort over hebben. God ja, ook veel om te doen. AstraZeneca aan de ene kant, Pfizer aan de andere kant en zo verder. Mensen worden ook een beetje bang als men op de uitnodiging een bepaalde naam ziet tevoorschijn komen. Goh, ik denk dat dat een beetje de ingestelde is van elke individuele burger zelf. Ik hoor heel veel mensen die zeggen van laat mij alstublieft gevaccineerd worden. Het maakt mij niet uit welk vaccin het is. Het vaccin AstraZeneca, het vaccin Johnson & Johnson, dat zijn goede vaccins. Maar daar zijn uiteraard in heel bepaalde gevallen nevenwerkingen bij gemeld. Maar dat heb je bij andere medicaties ook. Maar dat kan ook van mens tot mens verschillen. Hè? Ik bedoel, de ene kan last hebben van een inspuiting van de prik en de ander dan helemaal niet. Natuurlijk, maar dat is een analoge redenering voor andere medicatie ook. Dus vrij normaal. Ach, ik ben geen apotheker, ik ben geen arts. Ik stel gewoon vast dus dat heel veel mensen die op vandaag met AstraZeneca gevaccineerd worden, dat die hoegenaamd geen last hebben van nevenwerkingen of dergelijke. Bedankt voor deze info, Bart. Met veel plezier. Het is inderdaad duidelijk gebleken. Laat je vaccineren. Het is meer dan noodzakelijk. De cijfers zijn niet wat ze moeten zijn. De oproep van directeur zorg Bart de Waele is duidelijk.